De regering van de Republiek Suriname zet zich voortdurend in de achterstand ten aanzien van grondaanvragen die decennia lang is opgebouwd in te lopen. Op 13 maart 2020 is voor de zoveelste keer door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer meer dan 100 grondpapieren verstrekt. Deze keer was het de beurt aan bewoners van Groningen in het district Saramaka. Wij hebben 150, iets meer dan 150 beschikkingen. We zijn geweest vorig jaar ergens in november op Nissan project. We zijn hier geweest ergens in december. We zijn in maart weer hier. Dit is de derde keer. En we gaan zo verder. U begrijpt wat ik daarmee bedoel. Die oproep heb ik begrepen. En we gaan zo verder. Maar wat ik wil benadrukken, die 150 beschikkingen, daaruit zijn 100, rond de 100, beschikkingen waarop u inderdaad lang hebt moeten wachten. De 50 is een uitbreiding van de resterende 50 beschikkingen, is een uitbreiding van Nissan project. Dus dat is eigenlijk nieuw. Dat is een nieuwe uitgifte. Maar ik wil het specifiek hebben over die 100. Niet dat die 50 niet belangrijk zijn, dat is ook belangrijk. Kinderen worden groot, families worden groot, gezinnen worden groot. Dus die uitbreiding is nodig. Maar die zekerheid die u krijgt, en het zijn 100 maar, zou je kunnen zeggen. Maar gelooft u me, 100 gevallen die 13, 14, 20, 30 jaar lang hebben moeten wachten, zijn uiteindelijk opgelost en u krijgt die zekerheid. Dus het is 100, niet 1000, maar het heeft gewicht als u mij vraagt. Soms duren die zaken wat langer dan u verwacht. Dan heb ik het niet over als het ergens in een lade ligt en u wacht en er wordt niets mee gedaan. Ik heb het over vanaf het moment dat er daadwerkelijk iets ermee moet wordt gedaan, wat volgens procedure moet, dat het ook wat langer kan duren, omdat je complexere zaken hebt die goed onderzocht moet worden. Anders gaat u een beschikking krijgen wat eigenlijk van uw buurman is, die reeds een beschikking heeft, en dat willen we niet hebben. Maar wat ik wil benadrukken en oproepen ook, u bent hier, u heeft uw stukken die misschien additioneel opgevraagd is voor de zoveelste keer, en tot vervelens toe heeft u ingediend. Uw zaken zijn in orde gekomen. Ik wil vanuit deze plek uit, en de media is hier, de rest oproepen als contact met u wordt gemaakt van u moet nog wat stukken aanleveren op domeinkantoor of bij de DC of een andere structuur. Doet u dat, dan pas kunnen we de zaak ook oppakken en daadwerkelijk afhandelen. Dus kijk u, wat ik wil benadrukken, het kan zijn, en het is zo, dat die achterstand is opgebouwd bij ROGB. Prima, dat erkennen we, daaraan werken we. Maar we hebben uw hulp nodig om die achterstand in te lopen. Want anders gaan we energie stoppen in een aantal zaken. En als we de documenten niet aangeleverd krijgen, blijft het weer liggen. Dus van deze plek uit vertelt u het ook aan uw buurman en buurvrouw. Dat die ook weten dat stukken indien ze gebeld worden of op welke manier benaderd worden door bevoegde instanties. Onthoud u dat. Niemand moet u bellen en zeggen van u moet hier bij Antruabar met 7000 SRD komen. Want dan heeft die 7000 een andere bedoeling. U kunt me volgen. Oké, dat is één ding. Die boodschap wilde ik geven. Maar ik benadruk nogmaals. Het kan Antruabar zijn of een andere bar of winkel. Daar worden er geen betalingen gepleegd. Dus let u erop. Er is duidelijk aangegeven waar u moet betalen, hoeveel u moet betalen, that's it. Geen andere bedragen. We hebben dat zoveel keren reeds benadrukt. Punt 2 is, er zijn ook personen die bereidsverklaringen gaan krijgen.
toewijzingsbeschikkingen, bereidsverklaringen, goedkeuringsoverdrachten, noem maar op. Maar bij bereidsverklaring hebben we al een paar keren ook uitgelegd. Ik herhaal, u zou naar de landmeter moeten gaan. En u zou een uitmetingskaart moeten maken nu. Binnen 6 maanden moet dat zo zijn. Bij GLIS indienen en een perceels-ID van de GLIS-landmeter krijgen. En dat zou u dan weer indienen om voor uw toewijzing. Dat is die aanvaarding van uw BV. Natuurlijk moet u wat bedragen betalen. Dat staat ook op die bereidsverklaring. Maar de overheid zegt, voor die uitmetingskaarten, en dit besluit is al vanaf november genomen, maar ik herhaal dit zodat u weet, betaalt de overheid voor de uitmetingskaarten. En de landmeter die die kaarten gaat produceren, die wordt via RGB aangetrokken. Dus als u een BV heeft, gaat u die bedragen die aan de ommezijde van uw BV staat, bekijkt u dat, voldoet u dat, het komt denk ik bij elkaar neer op misschien tussen de 200 en 250 SRD. Het is niet meer dan dat. En, maar voor die uitmetingskaart, dat doet de overheid, de regering via RGB, maar ook de keuze van die landmeter. Ja, en dat is inderdaad een goede opmerking, dat is geheel gratis tot 5000 vierkante meter, een halve hectare dus. Meer dan dat ga ik u adviseren om contact te maken, of met het commissariaat of met het domeinkantoor, om te kijken welk bedrag wordt gesubsidieerd en u gaat met een deel moeten inkomen. Dat is punt 2 dat ik wilde benadrukken. Een andere zaak is, en ik denk dat het goed is dat u dat weet, en ik ga die oproep ook doen via de media. Iedereen die jarenlang heeft gewacht op toestemming voor overdrachten. Dat is, ik bedoel geen verdeling. Als u iets heeft gekocht, een stukje grond, en het gaat niet om verdeling, maar u koopt en het moet op uw naam komen, als het grondhuur is, heeft u toestemming van de minister nodig. Zodat het kan worden overgedragen. Dat gaat via de notaris naar de minister. Maar er zijn gevallen die al 15 jaar en misschien langer wachten. En iets minder lang ook. Wat ik wil aangeven is, vanaf 2015 tot en met 2019 is 3370 gevallen die zijn afgehandeld, toestemming gegeven. 2015, 2019. 2010, 2014 is voor de helft afgehandeld. Er waren wat fouten in de documenten, die worden nu gecorrigeerd, zodat het geheel ook wordt afgehandeld, ook ongeveer 3000 gevallen. En 2005, 2009 heb ik vandaag op mijn bureau gehad. Die wordt getekend, of in het weekend, of maandag uiterlijk. En dan zijn die toestemmingen ook verleend. Dus ik denk dat wij iets meer dan 8000, dicht bij de 9000 toestemmingen zullen hebben gegeven vanaf 2005 tot en met 2019. En ik vertel u dit, want dan moet u contact maken met, als u wacht op een toestemming voor overdracht, maakt u contact met uw notaris. De kans is groot dat uw toestemming reeds bij de notaris ligt vanaf eind januari. Geeft u dat door aan de rest? Ik vraag de media om dat ook te benadrukken. De gemeenschap dient dat te weten. We komen ook nog met persberichten. Als ik die laatste tranche heb getekend, kom ik met exacte aantallen. En benadrukken we dat ook vanuit de kant van het ministerie. Maar u moet het ministerie helpen. Wij zijn één, of niet? U bent niet zeker. Oké. Dan wil ik u feliciteren. Wij hebben ons best gedaan als RGB met uw input. 150 beschikkingen. Het is de bedoeling om nog een aantal, honderdtallen, af te handelen. Afhankelijk van ook hoe snel we input krijgen van de
erfgenamen, de belanghebbenden om wie het gaat. Dus vandaar dat ik ook oproep dat er snelheid van uw kant uit moet zijn, zodat we zaken sneller kunnen afhandelen. Waar wij zeker weten, dit kan worden afgehandeld. Wij hebben geen enkel reden op RGB om te zeggen van, dit willen we niet afhandelen. U begrijpt dat ik als minister wil scoren, toch? Waarom zou ik een beschikking, want veel mensen bellen en zeggen van, die beschikking ligt al op uw bureau, u moet alleen tekenen. En dan kijk ik, en het aantal mensen dat me heeft gebeld en gezegd, dan zou mijn bureau in elkaar storten. Vanwege het gewicht. Ik heb geen enkel reden om als er een beschikking op mijn bureau is, om het niet te tekenen. En het maakt niet uit welke P u bent. Laat me dat benadrukken. U begrijpt wat ik bedoel. Of u NDP bent, VHP bent, PL bent, NPS, KTPI, maakt voor mij niet uit. Als die beschikking daar komt, tekenen we als alles oké is. Wij hebben bedrijvigheid nodig in het land. En de keuze is aan u. En u weet wie uw werk heeft doen vlotten. Wie u de zekerheid heeft gegeven. En voor de rest weet u wat u moet doen. Gefeliciteerd. Bedankt. Ik weet dat u lang heeft gewacht. En u ziet het, uw wachten wordt beloond. Niet voor niets zeggen ze, geduld is een schone zaak. In dit geval ook. We moeten niet opgeven als we weten dat het van ons is. En dat het eens ook in onze handen zal komen. Het is vandaag een bijzondere dag omdat u straks een bijzonder papier in ontvangst zal nemen. Iets waarmee u zal kunnen werken. Iets waarmee u zaken zal kunnen doen. Om maar een voorbeeld te noemen. U wilt al heel lang bouwen op uw terrein, maar omdat u geen zekerheid had, wilde u niet investeren. Wel, vandaag is de dag om te zeggen, ik heb mijn papieren in handen. Ik zal investeren voor mij, mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Het zal een stukje zekerheid zijn. En dat is waar deze regering naartoe werkt. Dat ze u een stukje zekerheid geeft, zeker als het gaat om uw eigen grond. De voorgaande spreker heeft het al gezegd. We werken als regering aan het zo min mogelijk of het zo snel mogelijk verwerken van alle achterstallige grondpapieren. Want ik weet dat er mensen hier zitten die 30 en 40 jaar lang gewacht hebben. En het is een goed gevoel om hier te zijn en te zeggen eindelijk. Minister, ik wil van de gelegenheid gebruik maken om u op te roepen. Om voor de verkiezingen als het kan, maar natuurlijk ook na de verkiezingen gaan we gewoon door, omdat we werken voor land en volk. Minister, dat we nog meerdere gronduitreikingen hier kunnen krijgen in Saramaka. Ik weet dat uw team hard werkt. U lacht, ik zie dat u lacht, dus dat wil zeggen, u bent al bezig. We kijken uit naar nog meer van zulke momenten waar we alleen maar blijde gezichten kunnen zien. Minister, ik weet dat uw team dag en nacht werkt om dit mogelijk te maken. En we willen uw team met u van harte dank zeggen voor dit moment. We hopen natuurlijk dat u als burger straks met uw bijzonder papier in handen weet waar u naartoe gaat. En dat u de papieren goed doorneemt als u het niet helemaal begrijpt, dat u vraagt van wat moet er precies gebeuren. Want als er op sommige papieren een vervaldatum is, ga dat ook even na. Misschien moet u binnen een bepaalde tijd aan bepaalde verplichtingen voldoen, gaat u dat even na. No mek a papira tang wanyari en baka wanyari yota, mam ni me besap tak ni mus bedu asandati. Et ino sabi go aksi. Actie de medewerkers voor het ministerie, actie medewerkers voor het commissariaat ook toe. Ik Junosap Sayumus doe. Maar ik ben natuurlijk bijzonder blij dat u vandaag uw beschikking, uw toewijzing of uw BIV in handen mag krijgen. Gefeliciteerd en we hopen natuurlijk dat u nu eindelijk kan gaan werken met uw stuk. Van harte gefeliciteerd. Van harte welkom. Welkom in Saramaka. Welkom in het resort Groningen. Vandaag is een blij moment voor ons. En ik wil dit moment gebruiken, want het gaat ongeveer om 150 grondpapieren dat u straks gaat krijgen. Maar ik wil dit moment gebruiken
zonder een regering de vinger te wijzen om aan u sorry te zeggen. Sorry dat u zo lang heeft moeten wachten op uw grondpapieren. Sorry dat u uw zaken niet hebt kunnen doen als u plannen had om een hypotheek te nemen. Sorry dat u misschien de verdeling van uw gronden niet hebt kunnen doen voor uw kinderen of kindskinderen. Sorry als u uw landbouwactiviteiten niet hebt kunnen doen. Sorry als u niet bent kunnen gaan bouwen omdat u nog geen zekerheid had. Maar vandaag zijn we zo ver dat u tenminste de zekerheid krijgt om verder te gaan. En ik hoop dat u ook de energie heeft om verder te gaan. Vandaag ben ik extra blij, minister, omdat het ons, eigenlijk is het een mijlpaal voor mijzelf, omdat we in deze ronde tenminste 5 bestuursambtenaren, we hebben de voordrachten gedaan. En ik ben blij, minister, dat het goedgekeurd is door u. Want het zijn deze bestuursambtenaren die dag en nacht werken. Het zijn deze bestuursambtenaren die alle adviezen maken. Het zijn deze bestuursambtenaren die alle kopieën maken, zodat u uw percelen kunt krijgen. En ik vind dat zij terecht ook een kavel mogen krijgen als ze daarin in aanmerking dienen te komen. En ik ben de minister dankbaar dat hij ervoor heeft gezorgd dat er bestuursambtenaren ook in aanmerking zijn gekomen in het project Nishan. Rara staat hier in een boende en die breedt hier voor zich toch wel 1-2-5-6 aan Isabi. Dan ben ik voor de man, mevrouw Bea, meneer Maniram. Het zijn mensen die lang hebben moeten wachten deze. Maar, Aurokolai. Aurokolai, omdat ROGB, heb je wat achterstand voor een jaar. Je moet gaan kijken dat er mensen zijn geweest die binnen een paar dagen hun zaken hebben kunnen regelen. Mensen met netwerken. Vroeger hoor, nu niet. U als burger heeft zoveel jaren moeten wachten. En ik ben blij voor u. Maar laten we ervoor gaan zorgen dat de mensen daar gaan zitten die niet alleen maar naar hun eigen belang gaan kijken. Want als ze naar hun eigen belang gaan kijken, dan gaan het precies zoals u andere mensen zijn die jaren gaan moeten wachten op hun grondstukken. Ranasa Lepau Sabi, a president van Kondre, wat betreft het grondbeleid, op 2 main points, onder andere. De man zei wacht hij om een jaar. Dan gaan ook toe de jongwang zijn zo kwampjes jari voor bouw. Tijdelijk van deze takkie zijn er mensen in aanmerking gekomen voor een bouwkavel op Nishan 2. En ook andere mensen, 100 mensen, voor grondpapieren waarop ze jaren hebben moeten wachten. Maar ik een hartelijk applaus voor deze regering die werkt voor jullie dag en nacht. Daarnaast ga ik het kort houden omdat jullie al lang genoeg hebben moeten wachten op uw papieren. En hoe langer ik ga praten, hoe langer jullie gaan moeten wachten. Maar ik wil afsluiten met het volgende. Zoals jullie weten, is vandaag bekendgemaakt dat er een bevestiging is van de coronavirus in Suriname. Ik wil jullie oproepen tot kalmte, omdat de regering een protocol heeft. Hij heeft een protocol uitgezet en dat gaat nu ingezet worden. Blijft u kalm, zorgt u ervoor dat u genoeg vitamine C en op elkaar let. Als u zich niet goed voelt, gaat u naar de doktoren, laten ze u checken. Laten we op elkaar ook letten in deze moeilijke tijden. Hoe lang heeft u gewacht op dit moment? Bijna 46 jaar. Ja. En vandaag is een heel mooie dag voor u geweest, want vandaag heeft u uw beschikking gehad. Ja. Bent u blij? Ja, helemaal blij. U heeft vandaag uw bereidsverklaring ontvangen. Hoe lang heeft u op dit moment gewacht? Om exact te zijn, sedert 2007 had mijn moeder die aanvraag eigenlijk gedaan om het perceelland te verdelen onder de kinderen. Maar helaas heeft het toch erg lang geduurd. Meer dan 10 jaar in dit geval, bijkans 20. Om het goed te zeggen. Wat is de volgende stap die u zult ondernemen? Natuurlijk de stukken weer indienen, zodat ik mijn transport kan krijgen. Ja. Bent u blij? Ik kan het niet in woorden uitdrukken. Ja, het is iets wat ik zeer apprecieer en ik ga
Ja, dit is zeker iets wat ik sowieso voor mijn kind zou achterlaten. U wilt bouwen, maar nu dat u bereidsverklaring heeft gehad, moet u eerst andere zaken in orde maken. Bent u op de hoogte van welke zaken nu volgen? Nog niet, ik ben nog niet op de hoogte. Ja. Bent u blij? Ik ben echt blij, ja. Met die regering ben ik blij. Zonder die regering zou ik die dingen niet krijgen.